Nou, laat mij gelijk aangeven dat de BVL en de ALS de acties wel gaan ondersteunen. Het is het protest van Paquito Biervliet of Stefano Biervliet. We zijn solidair met de groep ontevreden burgers en zeker ook het volk dat elke dag gebukt gaat onder die slechte financiële economische situatie van het land. En als leraren voelen we ons geroepen om dit protest te ondersteunen. Wij roepen dan uit vanuit deze plek ook alle leraren op om dit protest te ondersteunen. De scholen gaan maandag 10 uur sluiten. Alle scholen, het betreft de basisscholen, de VOJ-scholen, VOS-scholen en ook het IOL. We zijn natuurlijk bezig ook met andere vakbonden en als het goed is gaat C47 de actie ook ondersteunen. We hebben een heleboel om ontevreden over te zijn. En niet alleen maar ontevreden, maar een oplossing te zoeken en een oplossing af te dwingen voor onze problemen. En dat langer. En daarom, hoe je dat protestmanifestatie in het moende. We gaan er allemaal massaal naartoe. Om te ondersteunen. We gaan massaal daar naartoe om ook ons misnoegen te uiten. Om ons stem te laten horen. We kunnen niet aan de kantlijn blijven staan of stilzitten en kijken hoe alles fout gaat in dit land. Onze fysieke aanwezigheid wil zeggen dat we een krachtig signaal afgeven naar deze regering. Om te zeggen, het kan niet meer zo verder. We are just fed up. Echt. Even elkaar ondersteunen, samen te strijden. We gaan dat doen. We hebben ook de VSB geschreven voor hun medewerking. En de VSB heeft zijn medewerking toegezegd. Want dan sta je voor de klas, maar je hebt hoge bloeddruk, suiker. Want je moet elke dag gaan nadenken. Hoe red je het? Hoe doe je dit? Hoe doe je dat? Nou moeten we ons daarmee bezighouden. Nee, dit verdienen we niet. Dit verdient het volk niet. En het kan nooit zo zijn dat om een groepje mensen het hele volk slachtoffer en dupe van wordt. Absoluut. Mensen, we ondersteunen actie. Aan deel een signaal dat we dit niet verder willen tolereren. Mensen, We zijn daar om onze boodschap af te geven, om de regering aan te tonen dat wij dit niet langer verder dulden en dat we beu zijn van de situatie. Mensen. Rest mee te zeggen. Tot maandag.